deze manier gaat het gewoon niet langer meer. Dus die paprikasteeltje, je komt nu een 10 euro de meter tekort aan. Het eind is nog niet in zicht. Het is wel vaker dat het een beetje schommelt in de tuinbouw. Maar nu is het zo erg dat er gewoon 75% van de tuinbouwbedrijven gewoon zwaar in de problemen zitten. Tijd dus voor Den Haag om in te grijpen. Zo menen ruim 1500 telers en enkele tuinbouworganisaties. Gezamenlijk overhandigden zij gisteren een petitie aan de Kamercommissie Landbouw. Telersfront is een spontaan ontstaan actiegroep die langs deze weg in ieder geval de uitgangspunten zoals LTO die ook geformuleerd heeft. Toch wat ondersteuning wil geven en ook wil laten zien dat het niet alleen vanuit de bovenkant van de organisatie komt, maar dat het ook zeer nadrukkelijk vanuit de basis vandaan komt. De tuinbouw die staat bekend om zijn innovatieve karakter. Daar hebben we ruimte voor nodig, daar hebben we ook geld voor nodig, daar hebben we ondersteuning voor nodig. Bij deze wil ik u oproepen om in ieder geval onze belangen waar mogelijk te verdedigen. Als u ons hier nog eens een keer laat zien wat u allemaal produceert vanuit de primaire sector, dan denk ik dat u voor ons allemaal wereldkampioenen bent. Dus geen discussie daarover. We hebben de afgelopen weken van verschillende kanten de signalen gekregen. En dat de dierlijke en vooral ook de plantaardige sectoren niet zoals andere bedrijven even een tandje minder kunnen produceren. Even de zaak op een soort van pauzeknop kunnen zetten. Dat is denk ik bij de collega's ook volstrekt helder. U kunt ervan verzekerd zijn, zoals de collega's hier zitten, dat ze datgene wat u nu heeft gezegd absoluut ter oren zullen nemen. Wij zijn ons bewust van de urgentie. Dat wil niet zeggen dat wij voor elk probleem een oplossing hebben. Maar de urgentie, zoals u heeft geschetst, die zijn wij ons bewust. Elke partij, elke fractie heeft daarvoor zijn eigen suggesties. En ik hoop met u dat alle fracties letterlijk de tanden in uw probleem zullen zetten. En dat het tot een oplossing komt. Oh, dit is wel heel bijzonder. Kijk eens aan.